na de oorlog heeft men geprobeerd de vooroorlog, zodat de situatie terug in te voeren. En dat leidde tot een breuk. En mentaal, zal ik maar zeggen, en ook reëel in de samenleving. Hè. En in de kerk heeft dat betekend het verschijnen van de mondige gelovigen. Hè. Dat er een einde komt aan de maatschappelijke zeggensmacht van de bestuurders. Hè. Daar is dat is anders geworden eigenlijk. Dat de mensen zelf de keuze in levensvragen willen doen. Ook wanneer zij gelovigen zijn en wanneer ze aan het kerkelijk leven deelnemen. Dan toch willen ze zich door hun eigen geweten laten leiden in de levensvragen. En als je dus daar, dat is natuurlijk niet een aangelegenheid van een moment, maar als je het toch een moment moet noemen, dan is het 1968. Waar zou die autonomie, of die drang naar individualisering, het zelfbeslissen, vandaan gekomen zijn? Ja, van een innerlijke weerstand tegen het feit dat anderen het uitmaken voor mij. En waarom is dat juist toen gebeurd, in de jaren 60? Ja, dat is een veel bredere ontwikkeling. Men heeft toen gekregen dus dat de levensgebieden zijn gescheiden. Op de ene plek werkt de mens, op de andere plek daar brengt hij zijn vrije tijd door. Dat vroeger, in de dorpse situatie met name, maar ook wel eigenlijk in de stadswijken, dan speelde zich het hele leven op één plek af. En dat is veranderd. Zowel de politiek als de kerkelijke leiders hebben het verleden willen herstellen. Ja. Maar natuurlijk vooral in de samenleving ontstond de noodzaak van de wederopbouw. Die heeft alle aandacht aanvankelijk gevraagd. En toen men daarmee klaar was en ook een ruimte gecreëerd werd voor de invulling van het leven, toen hebben de mensen daarin hun eigen keus willen doen. De veranderingen in de liturgie gaan terug tot het Tweede Vaticaans Concilie. Want daar is de ruimte gemaakt voor de volkstaal in de liturgie. Dat was natuurlijk al aan een oud verlangen, maar men hield vast aan het traditionele Latijn. Maar in het Tweede Vaticaans Concilie is het terwille van het meeleven met de liturgie en zich eigen maken, persoonlijk, van datgene wat daar collectief gebeurt, daarvoor is de ruimte van de volkstaal is daarvoor eigenlijk nodig. En uit die overweging heeft men in het Vaticaans Concilie dat bepaald. En dat is nadien is dat doorgevoerd. En dat maakt het deel uit van, laten we zeggen, een ontwikkeling in humaniteit. Mij dunkt dat je kijk, als je naar het Vaticaans Concilie kijkt, dan is dat een doorbraak binnen de kerk van humaniteit. Dus de erkenning van de rechten van de mens, het recht op godsdienstvrijheid, het verzet tegen de dwang op religieus gebied. Het erkennen van de eigen verantwoordelijkheid van het geweten van de mensen. Kijk, het is niet, laten we zeggen, doorvoeren in een soort wanhoop. Nee, het is een ontwikkeling in de zin van humaniteit waarin de mens als mens tot zijn recht komt. En daar is ook binnen de kerk ruimte voor gemaakt. En dit heeft de mogelijkheid geopend om in het pastoraat dat nader te ontwikkelen. Dat gaat natuurlijk met allerlei schommelingen gepaard. Niet iedereen die daar hetzelfde in wil of hetzelfde over denkt. Maar dat is dus de algemene lijn daarvan, denk mij. Die nadruk op de humaniteit en eigen verantwoordelijkheid heeft geleid
tot een breuk in de traditie van de katholieke eredienst, die eigenlijk zijn weerga niet kent? Of is dat overdreven? De rituelen, de muziek, de hele aanpak? Ja, ja. Kijk, het is... Ja, je moet rekenen, er zijn 4 eeuwen vooraf gegaan van na het concilie van Trent, de positie bepalend geweest, dus tegenover de reformatie, is er een soort stijl van behoud van het katholiek geloof, uitgeleid ook ontwikkeling daarvan, is ontstaan. Die heeft 4 eeuwen gedomineerd. En dat, daar is natuurlijk een geweldige ingreep is dat geweest.